U zag beelden uit de film Paths of Glory van Stanley Kubrick, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen zulke taferelen echt voor. In totaal kregen 11 Belgische soldaten de dood met de kogel. 2 van hen stonden terecht wegens moord. 9 anderen werden veroordeeld voor een licht misdrijf. Zij worden niet erkend als oorlogsslachtoffers en worden dus ook niet herdacht op de plechtigheden die dit jaar plaatsvinden. Een van die 9 was Alphonse Schiele, de overgrootvader van Jos Schiele. De vader van 4 kinderen werd op 19 oktober 1915 terechtgesteld in Nieuwpoort. Aan die hooimeid, daar zouden er 2 gaten zijn in de grond gedalven. En daar zijn ze dus eigenlijk voorgezet en dan hebben ze geëxecuteerd en ze zijn met het gezicht naar beneden begraven. Het was eigenlijk met een ploeg van 8 man, zou hij moeten in Nieuwpoort op de dijk gaten kappen. En dat was zo ingedeeld dat die ploeg bestond uit 6 mensen die boven beurtelings de wacht hielden en 2 mensen zouden dan moeten gaten kappen. Dus dat waaronder mijn overgrootvader en samen met Louis de Vos hebben zij de ganse dag op 16 september zitten gaten kappen. En op die dag was het eigenlijk allemaal klaar. En toen zijn zij de volgende ochtend hebben zij gedacht dat ze een dag rust verdiend hadden. En zijn ze de stad Nieuwpoort ingetrokken op zoek achter eten. En ze hadden een burgerjas aangetrokken en zo. En toen zijn ze s'avonds voor het appel zijn ze teruggekeerd. En toen was hun jas, eigenlijk een stuk van hun uitrusting, verdwenen. En toen hebben ze moeten opbiechten dus dat zij dus de stad ingetrokken waren. Eigenlijk vond men toen het vergrijp niet van die orde om hen verder aan te houden. En hebben ze terug naar hun eenheid gestuurd. En het was dus eigenlijk een futiliteit. Maar toen het wat woeliger in de oorlog werd, dus op rond half oktober, heeft men hen terug eigenlijk gaan opzoeken en is het dan voor de krijgsraad gekomen en ze zijn diezelfde dag nog berecht en geëxecuteerd. Voordat er een canvasreportage gemaakt is in 1998, heeft de familie altijd gedacht dat hij gesneuveld zou zijn. Op zijn doodsprentje daar staat eigenlijk altijd op dat hij op het veld van eer gesneuveld is. Hier op ons monument in Kleine Spouwen. Daar staat hij ook als gesneuveld te Nieuwpoort bij. Dat zijn dingen het lijkt alsof ze dat nooit geweten hebben. Er zijn zoveel vragen geweest aan mijn vader en mijn grootvader. Ze hebben het nooit, ze hebben blijkbaar nooit geweten. Want de kinderen hebben eigenlijk mogen studeren met een dotatie. Mijn overgrootmoeder heeft mogen stemmen gaan in 1919 als plaatsvervangend van haar man. Ja, dat zijn allemaal zo van die zaken, precies alsof de Belgische overheid destijds wist wat er aan de hand was en dat men heeft proberen de zaak te verdoezelen. De families van de slachtoffers werden niet alleen in het ongewisse gelaten, de processen van de 9 terechtgestelden zijn ook niet eerlijk verlopen. Piet Gielis, de coördinator van het in Flanders Fields Museum in Ieper, heeft zich in de zaak verdiept. Naar onze normen wordt er eigenlijk maar 1 vraag gesteld, zijn de feiten gepleegd? En in feite is dat in alle gevallen heel duidelijk, want de meeste soldaten worden gewoon bij heterdaad betrapt en gearresteerd. Dus ze zijn ofwel deserteur, ze hebben hun post verlaten of ze hebben een bevel naast zich neergelegd. Meer vragen worden niet gesteld. Zijn er verzachtende omstandigheden? Wat zijn de psychologische omstandigheden waarin de beschuldigde zich bevindt? Dat zijn vragen die niet aan de orde zijn. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, de processen zijn op zijn minst heel onvolledig. De rechten van de verdediging, worden die goed in acht genomen? Wel, niet iedereen heeft een verdediging gekregen. De taalwetgeving, is die goed toegepast? Dat is een derde gegeven. Daar is minder duidelijkheid over. Maar toch zijn er een paar gevallen waar je zou kunnen zeggen dat er een Nederlandstalig proces zou verwacht worden als je ziet naar welke moedertaal de betrokkenen had en dat het proces toch in het Frans had plaatsgehad. Al bij al kun je zeggen, in feite zijn de
de processen ja, een beetje een schijnvertoning. Het is niet echt meer zoeken naar een schuldvraag, want die heb je eigenlijk al vooraf. Nu de grote oorlog overal in ons land wordt herdacht, vragen de familieleden van de terechtgestelde soldaten excuses van de federale regering voor hetgeen hun voorouders is overkomen. Een gebaar dat voor Jos veel zou betekenen. Voor ons zijn die excuses heel belangrijk. Ten eerste omdat zij nog altijd geboekstaafd staan als grote criminelen, waar dat eigenlijk, ja, zij eigenlijk ook slachtoffer zijn in de plaats van crimineel zijn. Zij zouden eigenlijk voor ons absoluut uit die strafdossiers moeten kunnen, tot wij ze kunnen meeherdenken, gewoon als slachtoffer. Ze zijn niet vrijwillig hun leven gaan opofferen daar eigenlijk. Het is zo gelopen. Er is niemand geen verwijt toe te brengen, maar in feite, alle landen hebben hun excuses aangeboden. Niet België heeft alleen die excuses gedaan. Andere landen kunnen wel hun excuseren. Waarom zou dat in België dan niet kunnen? Jos staat niet alleen met zijn vraag om excuses. N-VA-kamerlid Christine van Varenberg spoorde de federale regering in december al aan om de 9 in ere te herstellen. Wel, wat ik concreet vraag is dat de federale regering de excuses aanbiedt namens de instellingen ten aanzien van de familieleden, zodanig dat zij definitief die bladzijde kunnen omslaan in hun verleden. Want de families hebben het er echt zwaar mee. En zeker in dit jaar, waar heel veel herdenkingen plaatsvinden, zou het extra mooi zijn voor de families dat die excuses er komen. Dus dat kan bestaan uit eenvoudig het publiekelijk verklaren dat die mensen onterecht gestorven zijn. Ik heb een resolutie ingediend in het parlement en ik heb daar trachten met andere partijen bij te betrekken. Ik heb dan vragen gesteld aan minister Turtelboom, die toen minister van Justitie was, en ook aan minister De Crem, vervolgens aan premier Di Rupo. Zij hebben mij toen gezegd dat er een wetenschappelijk comité zich over de vraag zou buigen om te kijken of dat de vraag van de familieleden terecht is. En nu wacht ik nog steeds op antwoord. Voor de excuses er echt komen, moet er dus nog een hele weg worden afgelegd. Maar toch is er hoop op een goede afloop. Wel, het zal natuurlijk ook wachten worden op die nieuwe regering. Ik denk niet dat de regering in lopende zaken nog die excuses zal aanbieden. Maar ik hoop alleszins dat de volgende regering deze zaak ook verder zal opvolgen en die excuses alsnog zal aanbieden, zodanig dat de familie toch eer wordt aangedaan ook. Ik denk dat de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog belang heeft als je de inclusiviteit nastreeft. Je zegt, we gaan iedereen herdenken. Iedereen die op een of andere manier slachtoffer is van die Eerste Wereldoorlog. Daar die 9 geëxecuteerden en hun families van ontsluiten, dat lijkt me een inbreuk op die gedachte van de inclusiviteit. En dat zou zeker, denk ik, toch wel een zekere smet werpen op de vraag om zich te verenigen met heel België rondom de herdenking van 1418. Ik vind persoonlijk dat we samen met die families die daarvoor ijveren, dat nu eigenlijk op zijn plaats is. Andere landen, gelijk Verenigd Koninkrijk en andere landen, hebben hun excuses gedaan. Dus ze hebben niet meer of niet minder gedaan dan daar. Dus eigenlijk zijn die excuses meer dan terecht, vind ik. Want in principe, wij vragen geen gelden, wij vragen geen monumenten, et cetera. Gewoon puur excuses. Dat zij mee kunnen, laten we zeggen, herdacht worden in de grote oorlog.